Het is meteen flink druk op de eerste ochtend dat het zwembad weer open is. Mensen trekken hun baantjes weer of doen mee aan het aquajoggen. Zijn jullie blij dat het weer open is? Ja, daar heb ik echt op gewacht. Ja, zeker. Ja. Twee weken, drie weken niet kunnen zwemmen, dus dan is het weer heerlijk. Ja, ik vind het wel prettig om dat het bad weer open is. Ja. Wij zijn er hartstikke blij mee. Kijk naar de mensen hier die met een activiteit bezig zijn. Daar zijn mensen baan aan het zwemmen. Wij zijn blij dat het bad weer open is. Op 24 mei ging het vreselijk mis in het zwembad. Bij onderhoudswerkzaamheden in de kelder bleek een pomp niet bestand tegen de druk van het zwembadwater zo'n 2 meter hoger. En dus stroomde deze kelder helemaal vol en was het zwembad leeg. Je ziet hier de rommel liggen. Dat is huilen. Het is in en in triest. En je werkt jarenlang met de hele ploeg mensen voor de klanten die hier binnen zijn. En nu moet ik ze teleurstellen. Ja. Nu is alles hersteld op een dusdanige manier dat het niet nog een keer kan gebeuren. Het is ooit bij de bouw misgegaan. De aannemer die deze pompen kan vangen valt niets te wijten. Ons valt niets te wijten. Dit is gewoon pech. Domme pech. En dus valt de schade die het zwembad leed ook op niemand te verhalen. Nu wordt het in overleg gaan met de verzekeraar. Wat betalen ze wel helemaal uit? Wij zijn ervoor verzekerd. We zijn ook verzekerd voor een stuk gevolgschade. Maar we gaan vrijdag en volgende week in conclave met elkaar bekijken wat gaan zij aftrekken van datgene wat we aan schade geleden hebben. En die schade is om en nabij de 240.000 euro. Maar vandaag is het vooral feest bij het wedden. Er is slechts een klein dompertje op de feestvreugde. Het water is nog niet helemaal op temperatuur. Ze zeggen dat het 27 graden is, maar ik betwijfel het. Het was koud, ja. Het was wel even alle rimpeltjes zijn er weer uitgetrokken met de Maar dat probleem is na 1 of 2 dagen opgelost.